We staan hier op het allergrootste festival in ons zien. Dit is namelijk DEFCON 2019. En dit jaar is het thema One Tribe. Van over de hele wereld komen de bezoekers naar Biddinghuizen om hier 3 dagen lang te feesten op hardstyle, hardcore en noem het maar op. Welkom op DEFCON 1. DEFCON 1. DEFCON 1 wordt sinds 2003 gehouden en is sindsdien uitgegroeid tot dé plek voor mensen met een hartslag van 150 bpm of zelfs meer. Ja, denk aan die Red, denk aan die Blue, denk aan die Black. Al die gigantische stages, de saamhorigheid van 85.000 unieke bezoekers en zo'n beetje alle artiesten die hier te vinden zijn, is DEFCON de place to be. Where are you from? Taiwan. Taiwan. DEFCON is a perfect festival, the best festival. You come all the way from Taiwan to DEFCON. Yep, taking like 16 hours flight. DEFCON 1 is gewoon fantastisch. De sfeer, de gezelligheid, de mensen. Welke artiest kijken er meest naar uit dit weekend? Stefa. Zeker wel, ja. Ja, dat ja. Visual Noise. Rijtshift. Guns for Hire, Adaro, Randy. Het is nu mijn 3e jaar dat ik hier kom. Het is echt het beste festival ooit. DEFCON 1. We staan hier met Duke. Die werkt bij Q-Dance. Duke, wat vind je nou zelf van DEFCON? Ja, voor mij, kijk, ik werk er natuurlijk het hele jaar al naartoe. Maar voor mij is DEFCON gewoon de ultieme samenkomst van de hardere stijlen. Echt de gathering van iedereen met een oranje hart die iets heeft met hardstyle. Of nou, hardstyle, hardcore, freestyle, Frenchcore is. Hier komt het allemaal samen. Hey, nieuw dit jaar is natuurlijk de spotlight op de gathering. Dit jaar in de Blue met Future Noise en in de Black met Dr. Peacock. Yes. Kun je daar iets over vertellen? Wat kunnen de bezoekers verwachten? Ja, nou, kijk, de gathering is voor mij gewoon het leukste moment van DEFCON. En daar hebben we nog even een schepje bovenop gedaan. Dus we gaan nu zowel de Black als de Blue het laatste half uur eindigen met een fucking dikke show. Eigenlijk een eindshow in de Black en de Blue. Waarbij het om één artiest draait. Waar Q-Dance mee is begonnen. Vroeger had je een eindshow en dan ging je gewoon een artiest draaien en daar bouwden we hem omheen. En dat gaan we nu weer doen. Gewoon één artiest, 30 minuten lang, allemaal vette nieuwe tracks. Eén dikke show die we samen ook met die artiest hebben gemaakt. Dus je kan echt alles verwachten. Custom licht, laser, alles erop en eraan. Het is gewoon een eindshow in The Gathering. DEFCON 1. Marco, wat betekent DEFCON nou voor jou eigenlijk? DEFCON is voor mij elk jaar sowieso het belangrijkste. En in mijn ogen ook het vetste hardstyle festival van het jaar. Dus dat is wat het betekent. Ik heb echt heel veel zieke sets hier mogen doen, al mogen draaien. Vorig jaar bijvoorbeeld mijn album set. Eigenlijk op de Indigo 3-4 jaar terug. Dat is een beetje het moment dat ik, doorbraakmoment wat ik niet noem, maar het is wel het moment wat het echt een beetje als beginpunt van mijn solo carrière kan noemen. Dus het is een heel belangrijk festival voor mij. Ah, en dan dit jaar heb je ook de eer om als allereerste een spotlight in de Blue te hebben. Ja. Hoe voelt het voor jou dat Q-Dance jou heeft gekozen om zo'n spotlight te doen? Ja, het is natuurlijk super vet dat je die eer krijgt. Dat is een soort beloning op je werk. En ja, naast het Ampton natuurlijk dat ik eigenlijk al vrij snel mocht maken. Want ik zeg al, 3-4 jaar geleden was een beetje voor mij een startpunt voor mijn carrière als in mijn solo. En dan sta ik nu uiteindelijk dus het Ampton te maken, spotlight en nog morgen spot op de main. Ja, dat is natuurlijk heel ziek. Hoe bereid je je dan voor in vergelijking met zeg maar, een normale set? Is dat anders? Ja, zeker. Dit is zeker wel anders dan een normale set. Want ik heb deze set eigenlijk in samenwerking met Q-Dance gemaakt. Ik heb gezeten met de creative mensen van Q-Dance. En we hebben gekeken naar hoe we mijn muziek, mijn sets ook zouden kunnen insteken. Dat we een hele vette show hier in de Blue konden ombouwen. Dus dat is een beetje hoe we voorbereid hebben. Dus ik heb met hun de tracklist gemaakt. We hebben met hun de tracklist geluisterd en gecheckt of het juist aanvoelde. Ja, normaal gesproken doe ik het natuurlijk alleen, maar ja, nu is het in samenwerking met, dus dat is wel anders dan normaal. Ook al hebben de Weekend Warriors maar kort geslapen, toch zullen zij ongetwijfeld meer dan genoeg energie krijgen van hetgeen wat vandaag op hen staat te wachten op DEFCON 1. Met 12 verschillende stages uit de hardere stijlen, de beruchte afterparty en natuurlijk het wereldberoemde powerhour. DEFCON 1. Yes, we staan hier met Joost en we staan hier met Roel. Zij regelen alles met betrekking tot de inflatables van het powerhour. Heren, hoeveel voorbereiding zit hier wel niet in en hoeveel uren hebben jullie er al ingestoken? Nou, dat zijn een heleboel uren. Ik ben dit jaar gestopt met tellen bij 300. We werken intensief samen met Q-Dance, de creatie en de productie, om er samen iets super tofs van te maken. En hoeveel mensen lopen hier dan eigenlijk rond tijdens zo'n powerhour? We hebben hier voor powerhour 90 mensen die zich alleen met de inflatables bezighouden. 90? 90 mensen, kijk maar om je heen.
twee teams van, nou hier staan er 35, daar staan er 35. En dan hebben we nog twee teams aan het eind van het veld. Nou, die maken samen 90. En qua andere cijfertjes, wat gaat u bijvoorbeeld allemaal de lucht in? Er gaan hier vandaag, even snel rekenen, 4200 inflatables de lucht in. Een kleine 1000 noedels. We hebben luchtblazers met een gezamenlijke capaciteit van 31.000 liter per minuut. Een hele hoop. Echt heel veel. Het klinkt eigenlijk wel als gesneden koek allemaal voor jullie. Ja, dat is niet helemaal waar. Als je hier kijkt naar Power Hour, dat is het meest intensieve wat we doen. De grootste show. Het aantal mensen wat hier rondloopt en in combinatie met het weer nu. Natuurlijk zijn we hartstikke blij dat het super mooi weer is een keer op DEFCON. Maar dit brengt weer andere uitdagingen met zich mee. Maar voor ons helemaal top. En wat voor nieuwe dingen staan er dit jaar op de planning? Dit jaar worden we steeds creatiever met het maken van type inflatables. Zoals je hierachter ziet hebben we hele grote inflatables laten maken dit keer. Maandenlang zijn we bezig geweest om te kijken van wat past bij dit project. En daar komen dan hele leuke dingen uit. Het is ook geweldig om dat met te kunnen en mogen doen. En wat je ziet is dat in de loop der jaren, we zijn begonnen met hele simpele dingen en het wordt steeds uitgebreider. Wat is nou het meest bijzondere aan Power Hour voor jullie zelf? Het meest bijzondere aan Power Hour, dat is dat je de aanloop, dat die al heel leuk en spannend is. De ervaring die we hebben na een aantal jaar. En als je dan ziet wat het teweeg brengt in dat uur. Het is heel mooi om naartoe te werken. En als het dan afgelopen is, dan zie je iedereen helemaal ontladen. Dat is geweldig. Dan krijgt iedereen kippenvel van. En dan denken wij, dan geven we elkaar een knuffel en zeggen, kijk, daar doen we het voor. Dat is gaaf. Hebben we toch weer geflikt. Toch weer geflikt, ja. En wat maakt Power Hour voor jou zo nou uniek? Nou, ik sluit me helemaal aan bij Roel. Met name de ontlading aan het eind. Ja, die geeft ook nog wel eens een traantje van geluk. Net gedraaid voor 10.000 man op de Red. Ja. Hoe was het? Ja, fucking vet. Dedicated mensen, echt warriors, want het is vandaag echt serieus 33 graden. Ja, ik trok het met Power Hour al niet. Ik heb hier aan de zijkant staan kijken. Ja, wat echt super vet was. Ja, mensen die zijn echt helemaal gewoon. En dan toch nog losgaan, weet je. Ja, ik vind het echt respect. Echt respect. Tot nog blijven gaan. Hè. Ja, ik vind het absoluut. Dikke respect, dankjewel. Ja. Hoe was het om gewoon echt het anthem te maken? Hoe ging dat? Om het anthem te maken? Nou, eigenlijk best wel stressvol. Ik had ook nog een ander anthem wat af moest. En ik liep een beetje achter en die jongens die hadden het anthem al bijna af. En ik moest die van mij nog ertussen gaan maken als het ware. En iedereen had gewoon vrije hand om te doen wat hij wil of een paar dingen na. En eigenlijk was het gewoon een soort van in de studio zitten met z'n allen, huiswerk meekrijgen en thuis je huiswerk, of in je studio je eigen huiswerk gaan doen. En zo is het samen, daarna weer samengevoegd en dat is het drieluik anthem geworden. De laatste dag van DEFCON 1 is aangebroken en vandaag is hij niet te gek. Want inmiddels zijn achter mij de poorten van de Red geopend. Is de freestyle te vinden in de blue en is de black weer voor het eerst in jaren buiten op de UV. Welkom op Sunday Fun Day. Yes, we staan hier met de enige echte Seva op DEFCON 1. Het is sowieso een bijzondere dag vandaag, want van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Van harte. Okay. Hey, iedere keer dat jij op DEFCON hebt gestaan is het elke keer op de zondag geweest. Ja. Wat maakt voor jou een Sunday Fun Day? Nou, wat je gewoon ziet is dat mensen zich wel een beetje realiseren van het weekend is bijna voorbij en kut, we moeten naar huis. Maar dat zetten de mensen dan weer om in iets positiefs. In de zin van dat ze echt alle laatste beetje energie eruit persen, helemaal uit hun plaat gaan. En wat ik gewoon merk, ik ben er nu voor het eerst een heel weekend. En wat je merkt is dat
de sfeer is heel erg veranderlijk wel, maar op zondag dan is het gewoon een unaniem gevoel van we gaan vanavond echt voor de laatste keer helemaal uit onze plaat. En dat vind ik zo vet. Nou, en over platen gesproken, dit jaar ben jij verantwoordelijk voor, onder andere verantwoordelijk voor het Anthem. Hoe voelt dat? Ja, vet bruggetje. Maar ja, het Anthem. Ja, toen ik de opdracht kreeg, toen Q-Nes mij belde, ja, dat was natuurlijk een hele emotionele reactie. Ik ben zelf heel erg koud, dus dat was wel heel bijzonder. Maar ja, dat, ja, aan de ene kant is het een super grote eer natuurlijk. Maar aan de andere kant, wat je dan nog wel veel meer voelt als artiest, is echt de ziekelijke druk die dan opeens op je schouders komt van oh shit, je bent in een, opeens ben je onderdeel van een legacy, van een erfenis. Ja. Een erfenis van heel Defcon, een feest wat al echt ja, bijna net zo lang als dat ik op aarde ben. Al voor mensen heel veel betekent. Dus dan komt er een druk op je schouders van oh, je moet presteren en je moet echt een zieke track maken die alle verwachtingen ja, waarmaakt eigenlijk. En ja, dan ga je gewoon zitten en dan maak je melodietjes en dan denk je van ja, dit is niet goed genoeg en dan gooi je weer een heel project weg, weet je wel. En dan ben je maar aan het tweaken en ben je maar bezig en dan uiteindelijk heb je een resultaat waar je tevreden mee bent. En ja, dan ben je natuurlijk blij omdat de track af is, maar ja, dan komen de reacties nog. En ja, dat is best wel vaak is dat heel erg verdeeld. Een beetje sinds een paar jaar geleden zie je een beetje een trend dat mensen ook in de hardstyle vooral en ook in de hardere dance wat kritischer zijn geworden. Want heel veel mensen die grijpen dan terug naar ja, in 2009 dat Anthem, dat is veel beter en dat niets kan daar bovenop komen. En dan grijpen mensen heel erg terug naar de nostalgie. En ik vind het vooral belangrijk dat we met z'n allen gewoon blijven kijken naar het heden en vooral naar de toekomst. Wat kunnen wij doen om nog meer van dat soort nostalgische momenten te maken waar wij over 5 jaar of over 10 jaar weer op terug kunnen kijken. Dus ja, dat was vooral ook heel nerve-wracking. Maar ja, de reacties waren top voor mij en ik ben super blij met het resultaat. En ik ben super blij dat ik op deze gigantisch vette stage met een eindshow, die we gisteren ook al hebben gezien, maar deze eindshow wordt nog veel vetter, dat we die plaat gaan draaien. Dus ja, super vet. Ja. Wat maakt Defcon nou echt zo uniek voor jou? Nou, dat is waarschijnlijk een vraag die al heel veel DJ's hebben beantwoord, maar ja, je krijgt ook vaak hetzelfde antwoord en dat is gewoon dat het een ontzettend, het is eigenlijk gewoon een stad. Het is een grote stad waar iedereen 1 keer per jaar samenkomt uit alle landen, van alle genres in de harddance die je maar kan bedenken. En wat je ziet is dat ze allemaal denken van ja, ik ben op Defcon en iedereen houdt van elkaar en het maakt niet uit of je langs iemand loopt en je smijt per ongeluk een elleboog in zijn hoofd en zijn kaak is gebroken. En zegt, oh yo man, yo, are you okay? Weet je wel? Dat vind ik super vet, weet je. Iedereen is gewoon, ze hebben er allemaal zin in. En dat is wat je echt terugziet. En ja, je hebt ook vaak, ik heb net het winterseizoen achter de rug en het oude seizoen is weer begonnen. En met Defcon zit je er gewoon middenin en je merkt toch wel echt het verschil in de sfeer. Als het lekker weertje is en ja, er lopen vrouwen rond, schaars gekleed, weet je wel. En dat is allemaal gewoon, ja, de sfeer zit er gewoon lekker in. Iedereen heeft er zin in, iedereen lacht, iedereen is blij. En dat is wat Defcon voor mij betekent. Super organisatie, Q-Dance staat achter iedereen. Super vette show, super vette spontane momenten. Er gebeurt altijd wel wat vets op Defcon. Dus ja, dat is wat Defcon voor mij betekent. Het is gewoon die samenkomst, de reunie, de exodus vanuit de hele aarde. Dat iedereen hier naartoe komt om ja, samen gewoon een super vet weekend neer te zetten. En elke keer wordt het weer vetter. Dus ja. Laten we dat de rest van vandaag ook weer doen. Hartstikke bedankt voor het interview en succes vanavond. Dankjewel, komt helemaal goed. Defcon 1. Hier wordt afgestoken na de Defcon 1 tot zijn einde. Nou, de afgelopen dagen was het goed te merken dat alle ogen hier op Biddinghuizen gericht waren. Er was een beetje alles werd uit de kast getrokken om hier zo'n dik spektakel van te maken. Nou, Defcon, de heimwee kan gaan beginnen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering en tot de volgende. Later! Defcon 1.